Here we go! Geweldig jullie weer te zien, team. Søren hier met vandaag weer een nieuwe Pokémon Go video voor jullie. Voor vandaag gaan jullie heel kort toelichten wat nou de beste moveset is voor Ho-Oh in Pokémon Go. Dus zou zeggen, laten we snel beginnen. Ik heb hier weer mijn felbegeerde tablaatje waar ik altijd de movesets vandaan haal. Dus zet daar zeker van de link in de beschrijving als je het ook voor jezelf wilt downloaden of bekijken. Je kan hier al de beste movesets zien voor Ho-Oh. Dat is namelijk Steel Wing Fire Blast. Zelf zou ik misschien niet die moveset aanraden, omdat ik namelijk zelf zou gaan voor Steel Wing Solar Beam. Zou je misschien afvragen, Søren, waarom? Steel Wing is sowieso de beste moveset eigenlijk voor Ho-Oh. In plaats van Extra Sensory en de moves die je erna doet, dus Fire Blast, Solar Beam of Brave Bird, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Waarom zou ik zelf kiezen voor Steel Wing Solar Beam? Omdat hij namelijk alle zwartes dekt die Ho-Oh heeft. Ho-Oh is namelijk zwart tegen steen, tegen water en tegen elektriciteit. Met Steel Wing kan je dus de steen zwarte dekken en kan je dus ook super effectieve schade doen tegen steen Pokémon. En met Solar Beam kan je dus ook super effectieve schade doen tegen water Pokémon. De meeste steen Pokémon zijn ook grond Pokémon of hebben ook een grondtype. Dus daarmee kan je dus 4 keer effectieve schade doen tegen steen en grond Pokémon. Zoals bijvoorbeeld Golem, maar ook tegen Omastar, want die is steen en water dat ook 4 keer zwart is tegen Solar Beam. Je zal dat natuurlijk Ho-Oh niet gebruiken in gyms, dus dat hij in gyms gaat verdedigen. Maar zelf is dat wel denk ik het handigste, omdat je, vind ik gewoon leuk, hè. Dan heb je een beetje alle zwartes gedekt, dus dat betekent dat als je tegen een zwart of een sterke Pokémon komt waar Ho-Oh zwart tegen is, daar dus die gewoon verrassen en daar was nog verslaan, wat gewoon, vind ik handig is. Als je echt iemand bent die gewoon lekker door gyms heen wil maaien en gewoon zo snel mogelijk die gym neer wil halen, kan je dus het beste met Steel Wing Fire Blast, wat ook gewoon een hele goede moveset is. Hetzelfde geldt voor Steel Wing Brave Bird. Het is maar een beetje wat je zelf wil. Fire Blast of vuur is in ieder geval sterk tegen staal, ijs en buk en gras. Dat zijn aardig wat. En Brave Bird is dan effectief tegen buk en gras en tegen nog eentje vecht. Dus het is maar net wat je dan wil. Misschien dat je vaker ijs en staal Pokémon tegenkomt. Maar, dan heb je dus liever Fire Blast op je Ho-Oh. En misschien kom je wel vaker vecht Pokémon tegen. En heb je dus liever Brave Bird op je Ho-Oh. Ik zou zelf gaan, denk ik dus voor Steel Wing Solar Beam. Ligt er een beetje aan wat ik met mijn Ho-Oh ga doen. Misschien dat ik, als ik hem echt heb en ik ga hem echt gebruiken, dat ik dan wel een hele andere moveset kies. Maar ik wilde dat gewoon even toelichten voor Steel Wing Solar Beam. Dus keuze is aan jou. Als je meerdere Ho-Oh's hebt, zou ik zeker aanraden om ze met al die verschillende movesets te proberen en ook gewoon te gebruiken. Dat je één Ho-Oh gebruikt voor vecht Pokémon en andere Ho-Oh voor ijs- en staal Pokémon. Keuze is aan jou. Maar hier heb je in ieder geval het lijstje met de beste movesets voor Ho-Oh. Dus hopelijk heb je wat aan deze video gehad. Ik hoop natuurlijk ook dat je van deze video hebt genoten. Dus dan rest mij nog één te doen. Dat is jullie natuurlijk. Enorm bedankt voor het kijken en voor al jullie geweldige support. Wordt dus altijd enorm gewaardeerd. En dan zie ik jullie heel graag in mijn volgende video.